Ja, joh, aanraal voor inbraak. Fuck jou. Fuck you. Fuck you. Hey joh. Joey! Heikels. Echt, hè? Bijna nog. Ik word al meegenomen. Nu al. Ja, maar ik wil niet in het jail. Kun je ook niet aanhouden, toch? Ja, dan word ik gewoon ingeslagen! Joey! Fuck. Ik ben, hè? Ik neem het gewoon op, hoor. Ze lopen kloten. Nee! Ik nam alles op. Boah, ik wil graag. Nou, doet hij alsof ik heb ingebroken! Ik werd geduwd door Levi. Levi. Heb bewijs. Ja, gast. Fuck. Wat tegen deze deur aan staan. Boes, ik moet mee. Waar moet ik heen? Waar gaan we heen? Verhoorkamer. Nee, ik zit in de verhoorkamer, Joey. Want daar wil ik echt ga eens kijken. Normaal kan ik dat zien. Oh man. Nou, dat kan je zien. Is het normaal dat lege lui aboes plegen? Lege lui, ik werk hier. Ja, Stijn en Levi. Joey! Ja, ik kan je zien. Nee, door dat water. Nee, je andere kant achter mij. Yeah. Huh? Je loopt nog een marktje, lookalike. Oh, auw! Oh. Rustig. Jezus. Wat deed jij hier? Ik werd erin geslagen door Levi. Meneer. Twee marktjes ook nog echt. Wij zijn hier qua animatie. Wij zijn de animatie. Dit is een film. Ja. Ik heb het opgenomen. Meneertje. Ik heb het opgenomen. Ja. Ben je zo groot dan? Boekenbeertje. Ja joh, aanraal voor inbraak. Fuck jou. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Hey joh. Joey. Heikels. Echt, hè? Nee, hier. Hier doorheen. Ik stond hier ooit op gelokt. Nee, ik sta er niet meer op gelokt. Ja. Nee. Open doen. Onterecht. Een rechtszaak tegen leger. Ja, hallo, word ik ook nog in de boeien geslagen. Echt? Wat? Ja, what the fuck. Ik doe niet eens wat. Levi heeft me erin geduwd. Mooi. Doei. Doei. Nou, dit is niet leuk.
Daar zit je weer. Ja, dat ik dat leuk vind. Wat is dit? Ja. Wow, nieuwe cellen! Wow, luxe. Bij de Rockers geweest. Ja. Wordtje, dit is een prank zeker. Prank. Eet prank. Noops. Ah. Okay. Ik ga dicht de deur staan, want dan ben ik lopen. Schadevergoeding. En wel nu. Joey, het was een prank. Ik ben gewoon geprankt door de politie. Prank. What the fuck, man. Ik dacht serieus dat ze aan het kloten waren met me. Ik krijg schadevergoeding. Hij zit er binnen. Yes, een euro. Is dat alles? Voor de mensen die nu kijken, want ik heb dit natuurlijk opgenomen. Was meer voor bewijs dat ik niet schuldig was. Maar ik kan net zo goed uploaden. Maar ik ben gewoon geprankt. Yes! 1 euro! Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Joey! Joey, waar ben je? Wacht, ik ga naar binnen lopen. Joey! Oh, ik ben de andere kant. Ah! Nee, Joey. Wow, wat een lag. Wow, dat ging even laggy. Maar ik ben er weer. Noep. Mooi. Ik dacht echt... Jij bent echt... Echt. Ja. Ja, wat denk jij? Ja. Ja, vooral... Met de koorts die ik nu heb. ja, tuurlijk. Dit komt op YouTube. Oh god. Ik krijg een fame. Oh, ik ga wel even een leuk screentje maken met een like. Oh. Ja. Wow, wow. Rotjoch bal. Altijd die SO. Wat? Rotjoch bel me? En nu had ik eigenlijk gewoon naar binnen moeten lopen. Ik heb jullie geprankt met inbraak. Maar dat telt niet meer mee. Maar ze hebben in ieder geval nieuwe cellen, Joey. Nou, heb je die ook eens gezien? Wow, oké. Okay. Ja, ik heb screenshotjes gemaakt puur voor de thumbnail eventueel. Dan heb ik ook weer wat. Maar wow, oké. Okay. Ja? Wat dacht jij hiervan? Weet ik veel. Ik weet niet wat ik moest denken. Nee, maar eerst was het zo dat... Stijn, oftewel Job, die zei van kom mee, ik heb een verrassing voor je, bloemetje en dat soort dingen. En op een gegeven moment gingen ze me erin duwen. Ik denk, laat ze gewoon gang gaan. Ik bedoel, hun zitten fout, ik niet. Dus ik denk, ik ga het opnemen en vervolgens zit ik daar en word ik al voor inbraak meegenomen, Joey. Ja, maar ik dacht echt van fuck, want ik wil juist stoppen met die criminele zooi. Ja, wat bijna mislukt. Ja. Nou ja, ik heb in ieder geval 1,10 euro ervoor teruggekregen. Oh, oké, we gaan even naar binnen lopen. Nee, we gaan toch maar weer naar buiten, niks aan. Het is veranderd, hè? Next ja, het is helemaal veranderd. De laatste keer dat ik hier was, dat ik voor die doodbedreiging opgepakt werd, zeg maar, stonden hier nog boeken. Wat, Stijn Klaver? Inderdaad, hij werkt hier. Oh my god. Oké. Nou, Joey. Ja? Yeah. Ik zie daar een noob staan. Afkaan. Drop eten. Hoppa. Yes. No. Nog meer. Oh, kom op. Yes! Een banaan! Yes. Doei. Oh. Yes! Waar zit een banaan in je oor? Ja. Ja. Oh ja. Daar heeft hij wel helemaal gelijk in. Nou, die ruim ik netjes op. Ik ga er vandoor. Daag. Wat? 900 IQ? Ja. Oh, zoals een chimpansee.
Oké, Joey, dit was weer een belevenis. Dit had ik weer niet verwacht. Dit is niet gepland. Wat is dit? Gravity. Oh. Oftewel de mijter van Sinterklaas op zijn kop. Ja, en dit is, weet ik veel, ben jij. Maar Joey. Ja. Joey. Maar wij zijn dus, of ik ben gewoon geprankt nu door de politie en defensie, terwijl ik helemaal niks heb afgesproken. Ja, lukt toch. Dat vind ik wel leuker, ja. Kijk, ik kan het wel afspreken. Is niks afgesproken. Maar, nee, maar al die, het was laatst ook, werd ik door, voor mijn gevoel, door de prison geprankt. Omdat ik natuurlijk 2 keer had ingebroken en 2 keer gewoon mee wegkwam. En dat zag ik een beetje zoals pranken. Maar dit is nou echt weer je geprankt. Oké, maar dat was het eigenlijk, dit verhaaltje. Ik weet niet hoe lang het duurde, maar het boeit me niet. Ik dacht, ik laat het even weten. Ja. Ja. Yeah. Dat was het verhaal. Heb jij nog wat nuttigs te zeggen? Nee, niet echt. Ik ook niet. Dus dan ga ik maar weer. Hoi. Ja. Hoi. Vond je deze video nou leuk om te kijken? Laat even een like achter. Abonneer even. Druk gelijk dat belletje even aan. En kijk ook even op mijn social media. Voor de rest zie je hier emblems om mij heen. En daar kun je op klikken. En dat betekent dat je naar een andere video van mij gaat. Doei!